Dag en welkom bij deze korte toelichting op het PTA en het examenreglement. Mijn naam is Ernesto Lemke. Ik ben de examensecretaris voor PTLS Impuls en een van de drie leden van de examencommissie. In deze korte toelichting gaan we even op deze twee onderdelen in. Uiteraard zitten daar verwijzingen in naar de bronnen waar een en ander is na te lezen. Allereerst het PTA. Wat is dat? Alle scholen in Nederland mogen zelf regels opstellen voor de wijze waarop ze toetsen afnemen en deze beoordelen. En die regels die nemen ze op in een zogenaamd PTA. En dat PTA is de afkorting voor het programma van toetsing en afsluiting. Nou, deze bevat per vak een omschrijving van onder andere de leerstof, de vorm, de weging, de herkansingsmogelijkheden, et cetera, van de schoolexamenonderdelen. De daadwerkelijk inhoudelijke details met betrekking tot bijvoorbeeld de deadlines, de exacte criteria of aanvullende inhoudseisen, et cetera, die zijn te vinden op de digitale leeromgeving It's Learning. Het PTA verschijnt ieder jaar na 1 oktober op de website van de school. Het PTA geeft dus aan hoe en waaruit je uiteindelijke schoolexamencijfer is opgebouwd. En alle schoolexamenonderdelen leiden per vak tot 1 gemiddeld schoolexamencijfers. Ja, dus alle losse onderdelen worden beoordeeld, waarvan de wegingen per onderdeel kunnen verschillen. Maar aan het eind van de rit leiden die tot 1 eindgemiddelde. En met dat eindgemiddelde start je aan het centraal examen. Die twee vormen dan samen uiteindelijk de uitslagbepaling of je wel of niet geslaagd bent. Maar dat wordt in een ander filmpje toegelicht. Nou, waar is deze voor jullie te vinden? Op de website van Impuls staat onder het kopje bij leerlingen. Een na onderste vakje, het PTA en het examenreglement. En dan zijn daar rechts onderin per examenjaar te vinden welk PTA op jou van toepassing is. Dus even goed kijken, allereerst natuurlijk bij welk niveau, maar ook bij welk examenjaar. Want een PTA start doorgaans al in de voorexamenjaren en onderdelen kunnen nog wel eens verschillen per examenlichting. Hier is een voorbeeldje van een van de PTA's, in dit geval van mijn eigen vak, van Beeldend voor 6 VWO. Waarbij aan de linkerkant te zien is welke onderdelen in welk leerjaar zijn afgenomen. Dit is de lichting van dit jaar, dit schoolexamenjaar, die dus in 2021 examen gaan doen. In de tweede kolom te zien in welke periode het wordt afgenomen. En in de derde kolom hier, wat voor soort toetssoorten dat zijn. Nou, die zijn doorgaans allemaal afgekort. En leerlingen zijn daar zelf in de regel allemaal wel van op de hoogte. Hieronder staat even de toelichting waar deze toetssoorten de afkorting voor zijn. Nou, de daadwerkelijke toetsomschrijving of domeinen zijn verder niet zo relevant voor de leerlingen. Tijdsduren wel, als het in ieder geval een schriftelijke overhoring betreft, hoe lang er tijd voor is. Maar wat met name van belang is om te weten, zijn deze laatste twee kolommen. Van de eerste is of het onderdeel herkansbaar is of niet. In het bijzonder na een toetsweek en als de uitslag binnenkomt en er is een tegenvallend resultaat of een leerling wil om een andere reden het cijfer herkansen, dan is het wel zaak om te weten of het onderdeel überhaupt herkansbaar is. Het zal niet de eerste keer zijn dat een leerling zich opgeeft en voorbereidt voor afname van een toets om er pas iets later achter te komen dat het onderdeel niet herkansbaar was. Verder staan hier de wegingsfactoren bij elkaar opgeteld. Ook altijd natuurlijk goed om te weten hoe zwaar ieder onderdeel telt. Voor de oplettende kijker.
Was te zien dat op de pagina van de website naast PTA ook het examenreglement gedeeld wordt. En die staat ook hier wederom op hetzelfde stuk, alleen dan helemaal onderaan. En dat examenreglement, dat is een vrij droog document van ruime 22 pagina's met voornamelijk juridische tekst. Desalniettemin is hij wel van belang om te weten, want het bevat alle rechten en plichten rondom het gehele examenproces. En dan niet alleen voor het schoolexamen, maar ook voor het eindexamen. De beoordelingen zijn daar een voorbeeld van. Uitslagbepaling staat daar bijvoorbeeld in beschreven. Ook wat te doen bij wanneer je te laat komt of verhinderd bent, wat je rechten en plichten verder zijn. Het beschrijft dus verder ook nog de algemene procedures ter bevordering van een soepel verloop van de examens. Eentje licht ik even in het bijzonder uit, niet de leukste, maar wel een die belangrijk is om te weten. Ook omdat het de voornaamste is die wij als examencommissie helaas ook tegenkomen. En dat zijn de onregelmatigheden. Die zijn te vinden in artikel 2. En die hebben betrekking op alles wat valt onder een onregelmatigheid. Zoals bijvoorbeeld plagiaat, dus onrechtmatig kopiëren of overnemen van stukken tekst van anderen. Ander voorbeeld zijn zoals spieken, overleggen, het gebruiken van hulpmiddelen die niet zijn toegestaan, maar ook het overschrijden van deadlines zonder een geldige reden van opgave. Nou, in alle gevallen komt de examencommissie gaat te werk en krijg je als leerling natuurlijk allereerst de mogelijkheid om uitleg te geven via hoor en wederhoor. En alleen bij echt een terechte onregelmatigheid, ja, dan volgt een sanctie. Dat zijn vier opties die je daarin als school hebt te nemen. En ook deze staan allemaal in artikel 2 beschreven. Nou, een hele leuk slotakkoord wellicht, maar wel belangrijk om te weten. Nou, hier nog even het adres van de website, waar alles rustig is na te lezen. Heb je nog vragen? Examencommissieimpuls@pj.nl. Daar kun je ons vinden. Met ons, dat zijn Marije Veenstra, Mark ten Hof en ondergetekende Ernesto Lemke. Dankjewel.